Welkom bij 023 Voetbal. Vanavond met een uitgebreide delegatie van de Koninklijke HFC. Naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tegen Westlandia. De finale die ze speelden om het landskampioenschap. Jeroen Kroes, Matthijs Meulman en Paul Heijsberg. Teammanager en trainer. Hartelijk welkom. We gaan jullie eens even vragen wat er allemaal is gebeurd afgelopen zaterdag. Henny, uiteraard ook erbij, onze kritische noot als het gaat over wedstrijden. Kritisch. Gigantische analist, voetbalanalist enzovoort, enzovoort. Altijd heel positief. Ja. Jongens, vertel je, wat is er afgelopen zaterdag allemaal gebeurd? Wow, wat is er niet gebeurd? Ja, een mooie happening hebben we gehad van het begin in de voorbereiding, die we hebben gehad in Hout. Restaurant waar ik nog nooit geweest was, restaurant Hout. Waarbij we tot het plan kwamen, of eigenlijk ja, wat had ik het plan bedacht, door filmpjes te laten maken door ouders. En dan wat in te laten spreken voor hun liefhebbende zoon. Ja. Dat heb ik dus gefilmd. En het staat ook in die telefoon. Die vastgeplakt zit in mijn hand. Dat was zo vet gaaf. Ja. Dat ik moest af en toe mijn tranen gewoon bedwingen. Kan je nagaan. Nou, gewoon de trots van ouders naar hun kind toe. Ja, dat is ook geweldig om te zien. En er was mijn eigen zoon dan ook bij, ja. Mijn oudste zoon. Dus ja, dat was al mooi. Die dag kon eigenlijk al niet meer stuk. Ja. Dus daar begonnen we mee. Ja, en daar begon je mee. En toen? Er is heel veel gebeurd afgelopen zaterdag. Jullie hebben ongetwijfeld... Oké, laten we het eerst even terugblikken op de wedstrijd die jullie hebben gespeeld. Ja. Voor het landskampioen, ik heb even genoteerd, jullie hebben... twee keer tegen Olde Veste gespeeld, Be Quick één keer, Quick 20 één keer en uiteindelijk de finale tegen Westlandia. Olde Veste was de halve finale geloof ik, ja. Westlandia de finale. Ik neem aan dat het best wel een beetje zenuwachtig was afgelopen zaterdag op het veld. Of was iedereen er al van overtuigd van, we gaan ze even poepie laten ruiken en we zullen deze wedstrijd wel even winnen. Hoe was de stemming? Dat is een mooie vraag voor jullie. Ik denk, Jos, dat jij even terug moet naar die vijf wedstrijden die gespeeld zijn. Ja, prima. En dan straks nog even de competitie. Want die vijf potten, die eerste vier, dat was grandioos. Het begon in Groningen. Ja. Ben je nog mee geweest, hè? Ja, maar ik ga altijd mee. Dat weet je toch. Ik kon alleen niet met de 0-24 finale. Maar daar had je geen keeper. En daar hebben we toch een prachtige oplossing voor gevonden. Ja, daar hebben we Sander ontdekt. Ja. Via jou. Ja. Oh, vandaar dat je dat ja, nee, niet vandaar. Nee, maar dat is wel heel leuk. Bram van Hagen die pakte bij SDO uit, op één laatste competitiewedstrijd, een rode kaart, twee keer geel, dus rood. Ja. En toen zaten we opeens zonder keeper. En toen hebben we Sander van den Berg uit het vierde elftal gevist. En die heeft toen een aantal wedstrijden bij ons, ik geloof twee of zo, gekiept. Dus dat was voor die jongen wel heel bijzonder, als je van het vierde in één keer bij jonge AFC onder de lat staat. Ja. Maar hij heeft dat hartstikke goed gedaan eigenlijk. Hij deed het ontzettend goed. Je gaat eerst kijken naar welke keeper is er vanuit de A1 mogelijk. Ja. Ja. Nou, die hadden ook na competitie tegen Go Ahead Eagles volgens mij. Fortuna Sittard. Bijna goed. Ja. Ja. Maar, 100 kilometer. Maar kan je nagaan hoe we bezig ben. Ja. Maar, dus dat is ook wel, mooi. Helemaal uit het niets. En dingen die uit het niets gebeuren zijn vaak mooi. Ja, klopt. En het was dit jaar, Jos, dat extra vijf penalties werden geschoten. Na afloop van het duel. Ongeacht wie er gewonnen had. Van de eerste wedstrijd tegen Be Quick, ja. Okay. En de eerste vijf gingen erin van alle tweede ploegen. En Sander die staat klaar voor de zesde. En pakt hem. En dat betekende dus een extra punt sowieso. Ja. Wat je meeneemt. Dat was natuurlijk heel goed. Ja, geweldig. Dus zo trots is een aap op die oude C-junior van me. Ja, het begon met, kijk, je speelt eerst de reguliere competitie en dan word je kampioen. En dan heb je uiteindelijk 11 reserve hoofdklasses in het land. En die gaan tegen elkaar dan een competitie spelen. Ja. En dat begint eerst met een poolsysteem. Oké. En bij ons in de pool zaten Be Quick en Quick 20 uit Almelo. En vandaar dat er ook penalties genomen werden. Want als je in het poolsysteem op gelijke plek eindigt, dan kunnen die penalties een doorslag geven. Penalties, oké. Okay. Ja. Maar goed, ze waren veel te sterk, net zoals vorig jaar, in die eerste twee wedstrijden. Want Noorden en Oost is aanzienlijk minder dan West. Ja, dat is toch een verschil te zijn, hè? Ja. Maar ja, toen begon het. Werd het spannend. Ja, toen kregen we... Steenwijk, hè? Toen kregen we eerst Steenwijk... bij ons thuis. Ja. Nou, we hebben 2-0 gewonnen. Ja. Dat ging op zich vrij redelijk, hè? Soeverein. Een beetje meer moeten zijn, maar... Ja. Ja.
Maar uit, ja, je kan binnen 10 minuten met 2-0 achterstaan. Dat is niet gebeurd. En toen pakte de ploeg van Jeroen pakte het keurig op. Uit stond Branders op doel. Ja. En die was reet goed. Want een keeper staat er ook om dat soort ballen te pakken. Ja. En dat was echt fantastisch. Ja, voor hetzelfde geld sta je binnen 10 minuten met 2-0 achter. Ja, bij de wedstrijden tegen Olde Vesten zijn we niet goed gestart. We kregen in de beginfase een paar grote kansen tegen. Ja. Maar Bram die houd je dan in de wedstrijd. En dan groei je er langzaam in. Ja, dat is wel. Toen werd nog een bal van de doellijn gehaald. Ja. En dan nog een wereldredding. En die haalde Roy van de doellijn. Ja. Nou, hey. En die kan toch niet verdedigen, zegt iedereen. Ja. Roy die mee verdedigde, ja, stond er wel. Toen scoorde vlak voor rust de 0-2. Ja. Dus toch wel lekker dat je dan tegen drie op dat moment. Ja, daar sta je al met 4 goals verschil voor. Dus de tweede helft had ook in de verslagen stond. Tweede helft tegen Olde Vesten, die had net zo goed schriftelijk afgedaan. Dat bijna als een nachtkaars uit zo'n wedstrijd. Ja. Maar het is wel apart, hè, als zo'n wedstrijd zo begint en de keeper verzet alles om die doelpunt tegen te gaan. Ja, dan krijg je natuurlijk als team ook vleugels. Bram is een fantastische keeper natuurlijk. Hij gaat nu naar HBC toe, omdat hij daar zich gewoon ontzettend lekker voelt en zijn vrienden daar spelen, et cetera. Maar Bram heeft fantastisch gekiept, ik kan niet anders zeggen, toch? Ook in de finale. Niemand, alle jongens hebben bij prima gespeeld. Bij die pakt hij een bal, jongen. Maar Bram is gewoon een wereldkeeper natuurlijk. Fantastisch. Nou goed, er is misschien één bal die moet hij anders... de bal die wegstond waar een goal uit komt, die moet hij pakken. Ja, dat is gebeurd. Ja. Overigens, waarom gaat zo'n jongen naar HBC als je 2 jaar op dit niveau gevoetbald hebt, een kampioen bent geworden en alles hebt gewonnen? Ja, dan ben je wel zat. Nou, kijk, iedereen die een jonge HFC speelt, die heeft in principe één doel, hè, en dat is naar de eerste toe. Ja. En op het moment dat je ziet dat dat lastig wordt, dan gaan die jongens om zich heen kijken en dat is ook heel begrijpelijk. Maar krijgt hij wel zijn kansen bij HBC dan? Ja, hij wordt bij HBC. Hij zou in eerste instantie naar DSOV gaan, maar daar is van alles gebeurd. Ja. En heeft hij nu bij HBC, daar heeft hij voor gekozen. Ik ga er gewoon helemaal vanuit dat hij de eerste keeper is. Maar ja, dat is ook wel voor te stellen natuurlijk, dat tweede keeper zijn is natuurlijk ook niet... Nee. En mocht hij ook niet voor in het veld. Mocht hij voor zaterdag 1 gekozen worden voor HBC, is het natuurlijk leuk, want dan komen we tegen. Dan naar de finale. Jij moest voor de wedstrijd nog even de kleine doeltjes van het veld tillen. Ja, HFC blijft HFC, dus er zijn heel veel mensen die ontzettend veel werk doen. Maar er is altijd nog wel een klusje wat iemand over het hoofd gezien heeft. Dus, in dit geval ik liep 10 minuten voor tijd, liep ik nog een aantal doeltjes van het veld te sjouwen. Moet kunnen toch. En dat hoort ook bij amateurvoetbal. Ja. En op zo'n moment denk je even verdorie, weet je wel. Maar achteraf kan je er natuurlijk wel om lachen. Dat is wat veel mensen zich afvroegen, het jeugdtoernooi was op het hoofdveld. Ja. Waarom niet gebeld naar de SRO, gevraagd om de 2 goals en op het gras gespeeld? Ja, we hebben het daar wel over gehad. Maar uiteindelijk hebben we daar de handen niet voor op elkaar gekregen. Nee, maar dat veld dat was ook nog niet bespeelbaar voor een volwassen wedstrijd, volgens mij. Nee, dat was anderhalve week ingezaaid. Dat was pas ingezaaid, ja, precies. En met ukkepukken van 11 kan dat, denk ik wel. Ja, logisch. Maar, niet maar wij, wilden niet, wij wilden qua entourage wel op het hoofdveld, maar niet qua veld 2. Nee. Onze spelers spelen gewoon, hoe gek het ook is, of niet gek, want ze zijn niet anders gewend, liever op een kunstgrasveld. Ja, En als je het mijn generatie vraagt, of dat is al oud, uit 73 ben ik, dat kan je nagaan, maar ik speel het liefst op gras. Ja. Maar dat, dat heb ik ook duidelijk gemaakt in het filmpje waarbij ik ook wat zeg tegen die jongens. En dat is, we hebben wel eens gediscussieerd om op gras te voetballen. En dan zetten we dat ook wel door. Maar wij spelen veel beter op kunstgras. Apart is dat toch. Dus een generatie wil allemaal, allemaal op gras. En als ik op kunstgras gespeeld heb, had ik een jonge gast geweest, dan had ik overal pijn. Ja. Dat is heel ander voetbal, op een of andere manier. Nou, ik kom ook nooit erg prettig van die kunstvelden af. Hoor. Ik heb 4 dagen spierpijn als ik gevoetbald heb. Ja, maar jij bent 72. 82. Nou, ik ben 67 en ik heb er ook last van. En flexibel. Maar het verhaal is ook een beetje dat een ploeg die het wat meer moet hebben van fysieke voetbal, hè, dat die beter uit de voeten kan op natuurgras. En een ploeg die het moet hebben van snelheid en techniek, zoals jonge AFC, dat die beter uit de voeten komt op kunstgras. Dat was Westlandia overigens ook, want ik vond het een rete goede ploeg. Ja, zeker. Dat stonden drie kanjes in. Die 11. Wat een voetballer was dat, die 6. Nou, we denken van de laatste man, de voorstop. Ja, dat is toch heel ervaring, goed. Ervaring, niet normaal. Ja. Maar dan nog,
Ja, natuurlijk, het blijft zuur, een beetje zuur. Hè? Blijft zuur. Eerste 20 minuten, waar we het daar over hebben, was HFC duidelijk de sterkste. Geweldig voetballende Roy Castine op het middenveld, 4-4-2. En toen veranderde je iets. Waarom? Omdat ik dat met mijn spelers heb besproken. Omdat de eerste 20 minuten, zelfs misschien al iets meer dan 20 minuten, misschien wel 25, waren we ook voetballend niet de betere, maar wel de gevaarlijkste. Gevaarlijkste in ieder geval. En alle vrijheid kregen zij aan de zijkant om op te komen. We waren steeds te laat. Waardoor zij echt makkelijk van achteruit naar het middenveld en naar voren konden komen. We begonnen 4-4-2. Omdat dan de spitsen moeten dat heel goed kunnen uitvoeren. En daar kwamen we niet toe. Dus ze hadden heel veel ruimte om te voetballen. Nou, ik denk, als we dit 90 minuten moeten doen, dan gaat het kop eraf. Dus heb ik een kleine blessure geïnsinueerd van Vince. Gaat liggen. En heb ik Jeroen erbij gehaald en nog een aantal anderen. En gezegd van, wat vind je ervan? Nou, dan gaan we overschakelen naar 3 spitsen. Want dan heb je de 3 van voor helemaal uit elkaar. En dan kan je beter druk geven. Nou, en ook in die fase hebben we volgens mij een aantal kansen gecreëerd. Ja. En toen zijn we toch weer overgeschakeld met dezelfde Jeroen de Bruin. Ik vind dat een trainer daar niet superieur aan moet zijn. Maar ik vind wel dat ik het kan overleggen met mijn elftal. Daar ben ik het hele jaar al mee bezig. In de laatste paar weken van de wedstrijd die we net hebben opgenoemd. Daar hebben we 4-2-4 gespeeld in aanvallend opzicht. Ja. Of 4-3-3 spelen we eigenlijk in aanvallend opzicht. Maar de tegenstander moet kiezen omdat Mike zwerft. En Finn wel een echte authentieke linksbuiten is. Keizerachtige linksbuiten is. En Jeroen de Bruin erachter iemand is die eigenlijk overal is. Soms wel eens te veel, maar oké, dat zit ook in zijn voetbal. Maar heel belangrijk. Wat loopt die, zeg? En dan onder normale omstandigheden de Otti eronder. En nu Dani. En Jochem, die de laatste weken dat gewoon heel goed opgepakt heeft. En die noem ik niet Jochem, maar Lasse. Schöne. In de zin van, die heeft dat elftal wel op een bepaald moment kunnen dragen. Niet al om heel veel werk te verzetten, maar wel met het neerzetten. Ja. Ja, en Roy. Ja, Roy is al sinds de vakantie geblesseerd. Want die sprong ergens vanaf tijdens de vakantie. Oelewapper. Met zijn losse schoenen. En die had dus een enkel blessure. Dus die kwam terug van vakantie. Ik denk, nou, lekker die Roy erbij. In de zin van, lekker meetrainen. En dan gaan we kijken tot hoever ik hem kan krijgen. Om goed te presteren. Maar die begon geblesseerd. En ook in deze wedstrijd had hij is geen excuus of hij wel of niet goed speelde. Want de eerste 20 minuten was hij fenomenaal. Absoluut. En de helft die erin kwam, de andere wedstrijd, was hij meer dan fenomenaal. Ja. Echt gewoon de allerbeste van 3. Nou, hoe je ooit hebt kunnen voetballen in ons team, op ons niveau. Eigenlijk was het al te zien dat hij een keertje inviel. Ja. Waarbij discutabele overtreding was, waarbij hij de voorzet gaf op... Tegen Hardenberg. Want hij kan gewoon goed voetballen. Ja. Ik heb hem de beste voetballer van Haarlem en omstreken genoemd. Ja, dat vind ik niet. Maar hij kan de beste voetballer worden in de tweede divisie. Nou, Henny heeft de naam heeft hem heel vaak genoemd tijdens diverse uitzendingen. Ik vind hem fantastisch. En hij is steeds gezegd dat hij een fenomenale voetballer is. Nou, hij gaat door, we zitten op een bepaald niveau en dat blijft hij. Ik vind het ook een fenomenale voetballer en ik moet wel het elftal er een beetje aan aanpassen. Ja. Met andere woorden, dan als ik weet dat Otti eronder kan, Dani erbij kan en Jochem erbij kan, is hij een fenomenale voetballer. Maar dat is waar. Ja. En maar daar ben je ook coach voor. En dat was, dat, op hoog niveau is dat ook, in de hele discussie toen Van der Vaart en Sneijder tijd geleden. Tuurlijk kan dat, als je maar een strootman erbij hebt. Ja. En een verdediging die Ali, Juri kan voetballen en Koen. En de backs, ook Dylan die erin kwam, en Jeroen Dros is echt, dat vind ik, de allerbeste linksback die ik ooit heb meegemaakt. Welk niveau weet ik niet, maar in ieder geval bij mij. Ja, dat is ook zo. Jammer dat hij geblesseerd raakt natuurlijk tijdens de training. En mooi is dan dat Dylan, en een beetje rottig dat daar een goal uitkomt, omdat hij dan toevallig staat, maar Jeroen had ook daar verschalkt geworden. Ja. Want hij moest kiezen en het was gewoon een hele goede 1-2. En dan had ik misschien ook wel kunnen denken, Bram, had je uit kunnen komen of wat dan ook, maar hij is de keeper. Dat zijn allemaal... Dat gebeurt. Maar dan ben ik trots op Dylan, hoe hij dat oppakt, waar hij die invalt. En dan Loet, die ook erbij betrokken is, broertje van Vins. Dus, 2 minuten voor tijd dacht ik, daar gaat hij jongens. Ja. Robin Eindhoven. Ja, ja. Die heeft ook een heel bijzonder seizoen meegemaakt. Want die is als A-selectiespeler qua meetrainen als 17-jarig puppy. Ook zijn wedstrijden bij mij. Op een wedstrijd dat ik hem op een gegeven moment wisselde bij Assen Delft uit. In een oefenwedstrijd. En...
hij daar niet helemaal goed mee omging. In de zin van dat hij niet meer terug te vinden was. En daarin goed gesprek gehad met hem, zijn vader. En alles weer probeerde fijn te tunen. Dat, ja, dat hij ook een kwetsbare speler is. Omdat hij zo jong is met een Robin hoe hij is. En zo is hij. Maar wel in de ruimte gewoon een hele goede voetballer. Ja. Maar de bal ging net naast, hè? Wat gebeurde er nou precies in die... Hij neemt die bal uit. Jij bedoelt de goal, maar jij bedoelt de tip. Hij schiet op Jari Litmaien-achtige wijze uit de tip. Gewoon diagonaal die bal op doel. En ja, die krijgt een bepaalde stuit, waardoor hij of net even te veel vaart mee kreeg, of net te weinig swing. Dat maakt ook niet uit, maar dat was gewoon goed. Zo'n bal moet je een beetje geluk bij hebben, vind ik. Hij moet net even een klein stukje minder indraaien, schieten. Maar ja. We stonden op dat moment met 3-4 achter. Hè. Dat was een hele ongelukkige situatie. Het was 3-3, wij maken de 4-3. We springen allemaal al op. Wij denken van nou, we hebben hem, kat in het bakje. Ja. Maar die goal wordt afgekeurd. Nee, ze waren wel bezig met de scheidsrechter. Ja. En de scheidsrechter was bezig met de spelers en die liet die vrije trap nemen. Ja, nee, hij heeft niet eens gefloten. Nee, dat bedoel ik. Hij liet de vrije trap eruit. En toen lopen wij maar zelf. Die jongen die kon zo weglopen met die bal. Ja. En daar hoort hij toch. Je moet ook wachten op de fluit, Jan. Nee. Nee, maar weet je. Ja, de goal werd afgekeurd van AFC. De 4-3. Waarom weet niemand? Nee, maar weet je, dat geluk moet je gewoon hebben in zo'n. Als ik terugdenk naar Bayern München, Real Madrid. Dan moet van Real Madrid er twee keer een rode kaart krijgen. Gebeurt niet. Ze worden genaaid aan alle kanten. Bayern München veel beter. Real Madrid gaat door. Ja. En dat is in zo'n wedstrijd ook. Ik val dan veel meer over dat Mike 3 keer alleen op de keeper is geweest. Finn 2-3 keer scoringspositie. Roy. Ja. Ja. Gewoon, nou, ik weet niet. Er is denk ik nog nooit een finale geweest met 12-11. Maar dat had eerder in de buurt geweest. Maar dan had het ook weer of aan onze of aan hun kant geweest. Ja, natuurlijk. Maar goed, jongens, het lukte niet. Toch, desalniettemin, een prachtprestatie. 2 jaar achter elkaar in de finale. Ja, ik bedoel, wat wil je nog meer? Ja, maar buiten het hele programma wat jullie hebben afgewerkt, jullie hebben 42 wedstrijden gespeeld dit jaar. Ik vind het nogal wat, zeg. 26 reguliere wedstrijden, en 16 oefenbotten, 42 wedstrijden en dan, dit en nog eens. En daarbij... En dan heb je nog 3 trainingen per week, hè? En daarbij hebben we 101 trainingen. Ja, we hebben 101 keer getraind, maar ik weet niet hoe het veldje heet. Schraafveld. Een kleine kutveld. Prutveldje. Coach. Nou, sorry, mag ik zeggen. Maar in ieder geval, dan komt het beter af. We proberen HFC al een hele tijd op te voeden, maar het lukt niet. Hè? Net als dat ik bepaalde dingen bij HFC'ers er ook niet uit krijg. Blijft het goed staan. Ja. Dus. Hey Jeroen, als wij in het clubhuis gaan verzamelen, heb jij het over de kantine. Ja. Ho, dat heb ik maar 100 keer gezegd. Als je 25 jaar in een kantine bent en dan 24 jaar in een clubhuis denk je dan, wow. Dus, je bent bij de mooiste club. Maar wat ik in ieder geval wil zeggen is dat we de laatste 3 weken ultiem hebben getraind met een heel veld tot onze beschikking. Met 2 keepers en noem het allemaal maar op. En de rest, dat is bij bijna elk hoofdklasse, topklasse of wat dan ook. De hele divisie zei dat tegenwoordig. Of ook bij de tweede divisie club. Dat je wel 1 keeper hebt of geen keeper hebt. Op een klein, maar wij in de kleine ruimte zijn we ook donders goed. Daardoor is ieder nadeel heeft een voordeel. Alleen als een veld groter is, gaan we meer lopen met de bal. En dan hebben we ook spelers voor. Ook dus is het voornamelijk goed gelukt. Ja. Behalve de finale. Maar dat is ook goed gelukt. Maar een beetje geluk hebben. Dus, maar daar ben ik wel trots op. Dat je onder moeilijke omstandigheden, zelfs dat we de goals er nog af moeten halen. Maar dat vind ik scandalous. Ja. Als je het mij vraagt. Ja, het maar het gebeurt wel en het hoort er allemaal bij. Ik vind het niet. Maar het gebeurt. Het hoort niet. Topprestatie. Ja. En... ja, dan niet de schaal. In mijn hoofd hebben we wel de schaal gewonnen. Vorig jaar hebben jullie hem prachtig gewonnen. Was ik niet bij? Nee, oké. Okay. Hoe kan het dan nu ineens tweede? Andere trainer. Nog gezellig mee zitten drinken, inderdaad. Matthijs?